Patat. De vriend zet ons na de voetbaltraining thuis af. Jongste zoon en ik lopen naar de achterdeur en ik grap met de hand op de klink, hopen dat mama hem niet op slot heeft gedaan. Het leuke is dat je bij een plotselinge situatie altijd in een halve seconde weet dat je een probleem hebt. Ik zeg een niet zo leuk woord over de vrouw met wie ik al meer dan 25 jaar samen ben, tevens de moeder van mijn kinderen en tegen jongste zoon. Ik zei nog tegen mama: ik neem geen sleutel mee, dus ik laat de achterdeur open. Fascinerend is eveneens dat je tegen beter weten in dingen blijft proberen. Ik loop om het huis heen en check of er misschien ramen openstaan. Dat is niet zo. Ik voel nog eens aan de achterdeur. Jij denkt echt dat hij dan wel van het slot is, hè? Vraagt de jongste. Raampjes van douche en washoek staan open, maar daar passen wij niet door. Als we de scharnieren losdraaien, wel, maar we hebben geen schroeven draaien. En met het rozen schaatje lukt het niet. Ik heb mijn vrouw. Die reageert niet. We accepteren dat we buiten gesloten zijn en een uur moeten wachten. Mijn vrouw haalt in mijn auto de oudste op van training. Die van haar staat op de oprit met de deuren open. Zitten we in ieder geval droog. Ze reageert na een kwartier toch en is jolig over zichzelf. Ik dacht, laat ik eens zorgvuldig zijn en nu dan? Als ik zeg dat er niks anders op zit dan te wachten, vindt ze dat zielig. Ga anders betaal halen.